Vandaag een antwoord op de vraag van Ellen. Ellen is al haar hele leven druk, 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 druk. Als ze 's ochtends wakker wordt, krijgt ze zoveel prikkels. Heeft ze het gevoel zoveel te moeten doen, ze wordt hier helemaal onrustig van. Ellen is zo'n persoon die absoluut niet stil kan zitten. Voelt zich voortdurend gespannen en onrustig. En moet en doet van alles. Het begint overal aan, maar krijgt uiteindelijk heel weinig gedaan. Ellen is niet een persoon die als ze 's ochtends wakker wordt en van alles in haar hoofd komt wat ze zou moeten doen. En door allerlei prikkels onrustig gemaakt wordt, die dan kan zeggen, ach, wat maakt het uit? Ik doe wat ik kan doen. Ik doe lekker rustig aan. Ik ga af en toe gewoon lekker zitten. Komt het vandaag niet, dan komt het morgen wel. Ellen zou zo graag iets meer van zo'n karakter van andere mensen willen hebben. Maar Ellen bezit dit absoluut niet. Ze is voortdurend onrustig. Ze wordt dan ook door haar omgeving als druk te maken bestempeld. ADHD'er en zenuwpees en dergelijke. En Ellen weet niet beter dan dat dit bij haar past en dat dit gewoon een eigenschap van haar is. Ellen heeft zich verdiept in voeding de laatste tijd. En hoe voeding van invloed is op dit drukke, onrustige gevoel en gedrag. En ze heeft vooral gelezen dat suikerrijke voeding, suikerrijke dranken, maar ook cafeïnehoudende dranken hierop van invloed kan zijn. Dat deze die onrust triggeren. En ze heeft besloten, een poosje terug, om die ook maar drastisch uit haar eetpatroon te schrappen. Met de gedachte, nou ja, als ik die stoffen die onrust kunnen triggeren niet meer heb, dan zou ik op zijn minst toch me minder onrustig en hyper en gespannen moeten gaan voelen. Dat heeft Ellen gedaan, maar zonder resultaat. Ze voelt zich nog steeds hyper, onrustig, gespannen, opgejaagd. Dus dat heeft in principe helemaal geen zoden aan de dijk gezet. En nu is de vraag van Ellen, is er met betrekking tot mijn voeding nog meer waar ik op kan letten? Want dit heeft duidelijk geen invloed gehad. Wat invloed kan hebben op de hyperactiviteit, de onrust welke ik ervaar. Nou, Ellen. Eerst is het belangrijk om te snappen, te begrijpen en weten wat er aan de orde is in jouw lijf op het moment dat jij je zo hyper gespannen en onrustig voelt. In jouw lijf wordt voortdurend een evenwicht genaamd homeostase bewaard. En die hangt samen met jouw bloedsuikerspiegel, jouw bloeddruk, de osmolariteit in de bloedbaan, het zuurstofgehalte, de zuurtegraad en het vochtgehalte in je bloedbaan. Deze gehaltes van die voedingsstofsamenstelling in jouw bloedbaan worden gereguleerd daar waar het kan door hormonen. En in de wand van jouw bloedbaan zitten allemaal zenuwreceptoren die voedingstoestand en die voedingsstofsamenstelling, dus hoe hoog jouw bloedsuikerspiegel is of hoe laag, hoe hoog jouw bloeddruk is of hoe laag en het zuurstofgehalte en dergelijke wordt allemaal geregistreerd. Wanneer zul jij hyper, en dat wil zeggen overmatig, hyperactiviteit ervaren? Wanneer is je lichaam voortdurend en enkel en uitsluitend gericht op activiteit? En is er totaal geen sprake van rust in je lijf? En zul jij ook geen rust ervaren? En dat is dus wat jij omschrijft. Dat is wanneer jij een verhoogde bloedsuikerspiegel hebt. Als je bloedsuikerspiegel schommelt tussen de normaalwaardes, tussen een bepaalde boven- en een ondergrens, dan zul jij afwisselend rust en onrust ervaren. En is er afwisselend sprake van activiteit en ontspanning in je lijf. En enkel wanneer jouw bloedsuikerspiegel stabiel laag is, dan kun jij rust ervaren. Kun jij kalm zijn en kun je dus een van die mensen zijn die jij hebt omschreven, waar je een beetje jaloers op bent, die echt wel al die prikkels hebben die jij ook hebt, maar die zich dan niet opgejaagd voelen en zelf dan zeggen van, nou ja, ik zie het allemaal wel wat ik vandaag doe en krijg ik het niet af, nou ja, dan zie ik het morgen wel. Dit is dus iets wat jij niet ervaart en dat duidt op het feit dat jouw bloedsuikerspiegel regelmatig verhoogd is en dit veroorzaakt dan de overprikkeling van dopamine
dopamine-receptoren. En dopamine is een neurotransmitter, een stofje, een signaalstof, welke jouw lichaam in een actieve modus zet. Alert maakt, een stimulerend stofje. In staat der paraatheid. En de rust in jouw lijf tegenhoudt. Dit is aan de orde bij jou. Dit betekent dat jij alleen maar een afname van hyperactiviteit kan ervaren wanneer die verhoogde bloedsuikerspiegel en die overprikkeling van die aletmakende stofjes, de dopamine, wanneer dat gaat dalen. Nu is het zo dat suikerrijke voeding, suikerrijke dranken en dergelijke, dat die de bloedsuikerspiegel doen verhogen. En ja, dan draagt de voeding, of hetgeen je drinkt, draagt dus bij aan die hyperactiviteit in je lijf. Maar, en dat heb jij ook gemerkt, de gedachte is wanneer we dat gaan schrappen uit ons eetpatroon, het bannen uit ons eetpatroon, dan zal die verhoogde bloedsuikerspiegel niet heersen en dan kan ik weer kalmer worden en hoef ik me niet zo hyperactief en gespannen te voelen. En dat is dus niet waar en dat heb jij gemerkt. Want wanneer jij je bloedsuikerspiegel niet in die mate verhoogt, dus wanneer jij suikerrijke voeding uit jouw eetpatroon schrapt, dan denken we dat onze bloedsuikerspiegel daalt. Maar de glucose aanwezig in jouw bloedbaan, wat dus jouw bloedsuikerspiegel bepaalt, die kennelijk, want anders zou je niet hyperactief en gespannen voelen, regelmatig te hoog is, die kan enkel dalen wanneer jouw cellen gevoelig zijn voor het hormoon insuline. Insuline is namelijk het hormoon die contact moet maken met je cellen en waarna je cellen, als deze hier goed op kunnen reageren op het signaal van het hormoon insuline, de glucose uit je bloedbaan kunnen opnemen. Enkel dan kan jouw bloedsuikerspiegel dalen, worden jouw dopamine-receptoren niet meer overprikkeld en kun jij dus rust gaan ervaren en zal die hyperactiviteit welke jij ervaart zou kunnen afnemen. Maar het wegnemen van suikerrijke voeding kan dat dus niet veroorzaken. Die kan niet ervoor zorgen dat de glucose in jouw bloedbaan onder invloed van insuline goed opgenomen wordt in je cellen, want die kan niet garanderen dat jouw cellen kunnen reageren, gevoelig zijn voor het hormoon insuline. Dat is enkel het geval, een goede reactie van jouw cellen op het hormoon insuline. En dus de gevoeligheid van jouw cellen voor het hormoon insuline, daarvan is enkel sprake wanneer er een goede voedingstoestand heerst in jouw lijf. En dat is het geval wanneer jouw voeding optimaal voorziet in zogenaamde essentiële voedingsstoffen. Voedingsstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen, maar die het dus wel nodig heeft om rust te ervaren en de bloedsuikerspiegel te laten dalen, om je cellen gevoelig te maken voor het hormoon insuline, om je cellen in staat te stellen te reageren op het signaal van het hormoon insuline. En zo min mogelijk voorziet in onrustmakende stoffen die die balans in je lijf, in je bloedbaan doen verstoren. Zoals niet-essentiële stoffen als glucose. Glucose zit dus al in je bloedbaan. Dat veroorzaakt die hyperactiviteit wanneer het niet goed opgenomen kan worden in je cellen. De opname in je cellen kan enkel goed plaatsvinden wanneer jij de essentiële voedingsstoffen wel optimaal aanwezig hebt in je eetpatroon en niet al te veel extra glucose en andere onnodige niet-essentiële stoffen aanwezig hebt in jouw eetpatroon die ook die balans in je bloedbaan die samenhangt met je bloedsuikerspiegel, je bloeddruk, zuurstofgehalte, vochtgehalte, zuurtegraad en osmolariteit doen verstoren. Dat wil zeggen dat het weglaten van suikerrijke voeding, dus voeding met veel glucose, niet kan garanderen dat jouw suikergehalte voldoende daalt in jouw bloedbaan en dat jij dus rust kan ervaren en dat die hyperactiviteit voorbij gaat. Dat heb jij gemerkt. Want het garandeert nog niet de aanwezigheid van de essentiële voedingsstoffen. Ik heb jouw eetpatroon nagevraagd, Ellen. En wat heb jij gezegd? Dat jij al jarenlang niet ontbijt. Of jij luncht hangt een beetje af van de tijd die jij ervaart en waar je bent. En soms ben je zo druk dat jij simpelweg vergeet te lunchen of jezelf de tijd er niet voor gunt. Het enige wat standaard aanwezig is in je eetpatroon is jouw avondmaaltijd. Daartussendoor snoepte je voorheen nogal, maar dat heb jij dus uit je eetpatroon gebannen. Wat maakt dat jij heftige tekorten hebt in jouw eetpatroon aan de essentiële voedingsstoffen die maken dat jouw cellen
gevoelig zijn voor, kunnen zijn voor het hormoon insuline. Die maken dat jouw cellen voldoende stoffen ter beschikking hebben om de glucose in je bloedbaan in de cellen op te kunnen nemen. En die dus maken dat jouw bloedsuikerspiegel kan dalen en de overprikkeling van dopamine receptoren, die dus jou zo gespannen en alert maken, in de fight or flight modus zetten, dat jij die onmogelijk maakt door de tekorten in jouw voeding. Dus als jij vraagt, Ellen, kan ik met betrekking tot mijn voeding, behalve het weglaten van suikerrijke voeding en cafeïnehoudende dranken, cafeïne is een stofje welke die dopamine receptoren ook even lekker doet prikkelen, kan ik nog meer doen? Ja, door jouw voeding te optimaliseren. Optimaliseren in essentiële voedingsstoffen. Door vaker en regelmatig door de dag heen te eten. En jouw voeding dan dusdanig samen te stellen dat deze boordevol staat essentiële voedingsstoffen. Zodat je lijf steeds, met behulp van jouw voeding, de stoffen verkrijgt die bij kunnen dragen aan het dalen van jouw bloedsuikerspiegel. Want is jouw bloedsuikerspiegel steeds hoog? Niet zozeer en alleen door de consumptie van suikerrijke voeding, maar door het ontbreken van stoffen die de opname van glucose in je cellen mogen doen maken, kan dat dus ook. Dan zul jij hyperactiviteit ervaren. Dus jij zou dit kunnen beïnvloeden door jouw voeding te optimaliseren in essentiële voedingsstoffen. Iets waar je voeding momenteel flink in tekort schiet.